Geen stadion waar er meer sfeer heerst dan in Luik en dan zeker met de komst van de aartsrivaal. Trainer van Anderlecht Ariël Jacob stuurt zijn ploeg met een slim plannetje het veld in met veel volk op het middenveld en zonder echt diepe spits. Boussoufa, aanpakken, draaien en schieten, technisch perfect, maar net naast. Standaard heeft het moeilijk, het verliest dan nog De Camargo met een rugblessure. Even later moet ook Polak naar de kant voor een spierblessure. Hun vervangers zijn Goor en Nikijzen. Die laatste zorgt meteen voor het grootste gevaar van Standaard in de eerste helft. Zijn kopbal belandt in het zijnet, blijft 0-0 tot aan de rust. Ook in de tweede helft blijft Anderlecht de gevaarlijkste ploeg. Kotzek met de voorzet. Daar is Jakovenko, 0-1, wat een goal! Jakovenko in de tweede helft, de vervanger van de geblesseerde Lazar. Perfecte voorzet, veldcheck. Jakovenko trapt de bal in één tijd binnen, 0-1 Anderlecht. Standaard komt dan toch opzetten. Van Damme werkt slecht weg in de voeten van Dalma en Witsel aarzelt niet. 1-1. Zitka komt te laat en blesseert zich bij deze actie aan het hoofd. Standaard creëert geen enkele doelrijpe kans meer, tot in de toegevoegde tijd de zoveelste lange bal vertrekt. Jovanovic gaat die afmaken, ja! Jovanovic maakt zijn eerste goal van het seizoen en meteen een heel belangrijke. Standaard wint met 2-1 en bezorgt zijn titelconcurrent een serieuze mentale tik.